Iedereen is opgegroeid met Bassie en Adriaan. Dat voel je in alles. Het zijn volkshelden eigenlijk. Dat ga ik eens even van de binnenkant van mijn ogen bekijken. Ook deze keer zijn we weer in onze opdracht geslaagd. Ik hoorde een enorme knal. We keken altijd met grote ogen naar wat er in Nederland gebeurde. Onvervalste humor en plezier en niet te veel malen. Grappig. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En het was ook gewoon goed gedaan. We hadden eerst al 20 jaar lang met een acrobatennummer gewerkt. En daarbij was je ook van elkaar afhankelijk. Ja, ik ben natuurlijk wel een fan van Bassie en Adriaan. Dat durf ik volmondig te zeggen. Nee, hij moet geen gladde zolen. Hij moet profielzolen hebben. Bas dacht aan alles. En wat is nou niet leuker als je iets maakt waarna jaren nog steeds naar gekeken wordt en nog steeds gewaardeerd wordt?